Je kijkt naar de FIFA 20, Feyenoord Kremelt. Mijn naam is Dweestar en dit is aflevering nummer 6. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Let's go! Oké, we gaan meteen door naar de persconferentie. Even kijken. Reactie nummer 1. Danitita, Anthony Milambo, toptalent, zoek op Instagram. Ik ga hem sowieso opzoeken en dan als het wat is, gaan we hem sowieso toevoegen aan de selectie, man. Dus hartstikke bedankt voor jouw reactie. Even kijken, op wat kan ik nog meer reageren? Ja, nog een reactie. Even kijken. Wacht. Waarom noem jij jezelf? Ik ga het niet... Nee, man. Maar in ieder geval... Really? Begonda is geen goaltjesmaker, maar een voorzetter. En dat is er mis aan Begonda. Er is niks mis mee met voorzetter geven, toch? Maar, en trouwens... Mijn fout, man. Want ik heb hem gebruikt als linksbuiten. En hij is er rechtsbuiten. Dus ik hoop echt dat hij nu gewoon beter gaat presteren. Mensen, het is tijd om te gaan beginnen. We gaan kijken naar het schema van deze aflevering. Jongens, wacht even. We hebben sowieso de wedstrijd tegen Heerenveen voor de Oranjebeker. En we gaan op bezoek. Dat is al één wedstrijd. Dus we hebben daar nog twee wedstrijden over. We zitten in de maand november. Oké, ik zie het al. We gaan sowieso tegen Brandweer. En daar hebben we nog één wedstrijd. Ja, VVV. Dit is een uitwedstrijd. Dit is een weet ik veel. Ik moet het eigenlijk wel weten. Hè? Ik weet het niet. Maar waarom staat het er niet? Oké, dit is ook een uitwedstrijd, toch? Ja. Oké, dus daar hebben we twee uitwedstrijden. Dus de volgende is een thuiswedstrijd. VVV is dus een uitwedstrijd. RKC is een thuiswedstrijd. En dan, ja, dat is het, man. Dus we spelen tegen Heerenveen. Brand en RKC. En dit is allemaal voor de volgende aflevering. Want alhoewel als we... Nee. Het is voor de volgende aflevering. Want volgens mij... we zijn pas begonnen, man. Nee, man. Ik ga geen risico nemen. We gaan beginnen. De eerste wedstrijd tegen Heerenveen. We moeten even sowieso kijken. Want zoals je ziet... Staan we... Wacht. Ik moet nog simuleren. Oké, we gaan eerst... Nee, ik ga eerst trainen. En ik heb nog wat anders. Maar laat me eerst dit doen, want... Ik loop te hard van stapel. Malasia, lekker man. 76 algemeen. Hij gaat lekker. Ik heb misschien het gezicht van Geert Rijden, maar ik moet even wachten. Hopelijk heb ik hem snel binnen. Even kijken. Oké, wacht. Ik ga dus... Wat is er met linzen? Wacht, jongen. Wat is er? Hij... Oké. Ja, maar... Je moet wel harder werken, man. Want... Je geeft het zelf toe, hè. Je was niet zo lekker bezig, volgens jou. Dus dan moet ik je wel echt... Oh, wacht even. Ga dat... Nee, man. Harder werken, sowieso. Ik ga geen... Zijn moreel is goed. Hij is erg gelukkig. Laten we het zo houden. Maar hij moet wel echt harder werken. Als hij dat zelf vindt... Oké. Dan moet ik dat wel zeggen. We moeten wel motiveren. Wat ik dus wil zeggen is... We hebben dus twee scouts. Maar let alleen op Nick Fortuyn. Want Eures is van FIFA. Maar Nick Fortuyn is deze man hier. Ik moet even snel gaan spieken. Want anders ga ik het weer toch verkeerd zeggen. Op Instagram heet hij Feyenoord Transfer Nieuws. Aan elkaar vast. Ik laat het zien, je kan het zelf zien. Maar in ieder geval, dat is dus Nick Fortuyn. Hij heeft me geholpen aan de jeugdspelers. Echte jeugdspelers van Feyenoord. Dus ik moest hem gewoon toevoegen aan mijn staf. Nick Fortuyn, welkom aan boord. En dat is niet alles. Want we hebben onze eerste jeugdspeler binnen. De naam is Ramon Hendricks. En deze man... 18 jaar, 1,84 meter. Een shout-out dus naar Feyenoord Transfer Nieuws. Deze man heeft dus voor de jeugdspelers gezorgd. Wat zei ik dus? Ja, man. Linkspoot, zwakke been, 3 sterren. Ja, jullie kunnen het zelf zien, man. Maar we gaan even kijken naar zijn beste statistieken. Zoals ik al zei, laten we even kijken naar de beste statistieken van Ramon Hendricks. Onze eerste officiële jeugdspeler, man. Sorry, man. Ik heb een vlek. Ja, man. Ik moest even... Water drinken, man. Ik maak geen grapjes, man. Ik maak geen grapjes. Want straks denken jullie dat ik heb ge... Weet je toch. Oké. Agressie, 82. Kracht, 76. Springen, 75. Sprintsnelheid, 76. Uithoudingsvermogen, 76. Mijn controle mag... Oké. En voor de rest? Niks opvallends. Hernieuwde energie.
als kenmerk en speler bij een club. Dus hij is loyaal. Zijn potentie ligt nu, is nu een 78. Dus ja, als hij het goed doet, gaat het omhoog. Als hij het slecht doet, gaat hij naar beneden. Logisch, het is tijd om te beginnen, man. We gaan, want we hebben mooie wedstrijden. De eerste wedstrijd is tegen Heerenveen. Ik wil even snel kijken, want jeet toch, hoe hebben wij gepresteerd, man, in de vorige aflevering, man? Ajax hadden we gewonnen met 3-1. Brand hadden we gewonnen. En we hadden gespeeld tegen wat? Tegen Sevilla, moet je toch? Hadden we ook gewonnen. Bro, we hadden alles gewonnen, man. Ja, man. Die mooie herinneringen komen terug, man. Prachtig. Dus, we hadden trouwens alles gewonnen in die hele aflevering. 5 wedstrijden. Nee, we hadden die verloren. 5. We gaan beginnen. Dit zijn de 11 voor Heerenveen. De wedstrijd gaat bijna beginnen. Dit is de Oranje Beker. En ja, we gaan even kijken naar de opstelling. Ja, EUK en Van Bergen, zoals ik al eerder zei, ze hebben een echt gezicht. Halilovic, Floranus, goede speler. Lastige ploeg. Wij hebben veel wijzigingen. Heel veel wijzigingen. En jullie gaan ze nu zien. Ja, trouwens, jullie zien ze al, maar hier op papier, of soort van, op beeld, ja man. Bijlo, Kansdorp, IE, Marcus Indy, Ramon Hendricks, de jeugdspeler, maakt meteen zijn debuut. Ja, vanwege conditieproblemen bij een paar andere spelers. Oyusha Cup, Diemers, Elamadi, Sinisterra, Linse en Bogonda. Dit zijn de 11 die het gaan opnemen tegen Heerenveen, mensen. En ik weet, de rugnummers zijn niet wit. Ik ga het proberen te fixen, maar dat is niet heel erg toch. Ik bedoel van, die tenuutjes zien er gewoon mooi uit. Ramon Hendricks maakt gewoon zijn debuut. Meteen gewoon. Dit gaat voor hem echt, ja, het kan. Ik hoop dat het een speciale wedstrijd voor hem wordt en dat we niet worden uitgeschakeld. Blijft hij binnen? Nog steeds? Wat de? Oké. Okay. Nee. We gaan terug. Ik ga meteen de bal geven. Gewoon dat hij kan winnen, man. En proeven. Hier is Hendricks. We gaan wat doen, man. Daar gaat Hendricks. Als het goed is. Ah, waarom meteen bij hem? Akuyobi. Oké, ik ging even goed kijken. Floranus. Wat? In UK. Hoezo? Alsnog kon hij koppen, man. Dat is gewoon slecht verdedigd. Overname. Hendricks komt er niet bij. Oké. Wat voor naam is dit? Nee. Hey. Daar gaat Hendricks. Hendricks kan niet de voorzet geven. Hendricks, te gierig. Jongen, doe dit niet. Dit wil je niet zien. Tegengehouden. Counter. Oyusha Cup op Bongonda. Weg. Hey, je bent sneller, man. Kom op. En doelpuntje. Dat had de 1-0 moeten zijn, man. Om heel eerlijk te zijn, jongens. En weg. We hebben nog een kans. Bongonda, als hij kan gaan vertrekken. Nee, dat gaat hem niet worden. Karsdorp is. Waarom is Karsdorp zo langzaam ineens? Tussendoor. Linse moet wachten. Linse! En ik wist het! Ik zag het gewoon aankomen! Wat een kans, man. Hier, ja. Net te ver voor zich uit. We hebben nog één kans, dus we gaan het anders aanpakken dan normaal. Kom naar de bal toe. Nee, ik wou hem geven op. Ja. Goed gedaan, scheids. Tuurlijk. De statistieken van de eerste helft. We hebben beide 2 keer geschoten. Maar wij hadden 56% balbezit. En wel 2 keer op doel, hun niet. Maar een moeilijke eerste helft. Maar wij spelen niet met onze sterkste elf. En volgens mij, Heerenveen wel. Dus dat is toch wel iets positiefs, toch? Diemers. Daar gaat hij. Erlangs. Sinisterra met de A. Oké, wacht. Hij kan hem nog herstellen. Ik wou hem geven op Karsdorp. Helemaal daarachter. Wat? EUK. Ja, laat hem gaan, want hij is te snel. We moeten gewoon even wachten. Oké, niet naar binnen gaan. Diemers met de redding. En ik voel dat het tijd is om iets te gaan veranderen. Diemers gaat eraf, want hij moet sowieso eraf. Maar wie brengen we erin? Ik zit te denken aan Bakuna.
Maar misschien hebben we wat ervaring nodig. De Guzman komt erin. En het is tijd voor Berghuis. Ik heb Bongonda gewoon niet gezien. Dat is jammer. En de laatste wissel, ik hou de laatste wissel even vast. Maar ik zit te denken aan Lirover. We hebben toch echt wel... Of Jurgensen. We hebben wat ervaring nodig. En op dit moment... Het is hem gewoon net niet. Ja, man. De Guzman. Ja, de Guzman en Berghuis. Dit moet voldoende zijn, toch? Ha! Floranus. Als het goed is, moeten wij de bal... Ja, doelpunt. Och, 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 och. We staan achter. We staan gewoon achter. We staan gewoon achter met 1-0. Onverwacht doelpunt. Ik moet je heel eerlijk zeggen, want... Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand, maar we kregen gewoon ineens de bal niet. Vanaf het moment dat ze die vrije worp hadden. Hier vooral. En hij liep gewoon open. Maar dit is het allerergste. Zulke ballen krijgen we heel vaak tegen gewoon, hè. Karsdorp wordt gewoon... Ja, ik weet, EUK is gewoon snel. Dus dat is gewoon heel lastig. Ja, we staan achter met 1-0. Heel jammer. Maar we hebben nog wat tijd. We hebben nog wat tijd. Oké, okay, gaat van alles fout. En met name de passes... Zijn gewoon echt van slechte kwaliteit. Ik snap het niet. Karsdorp. En UK is gewoon ook heel snel. Gewoon niet zomaar, maar gewoon echt snel, snel. De Guzman. Ja, ik zoek wat ruimte, maar... Karsdorp. Karsdorp aan de oven. Nee. Ai, ai, ai. Oké. Okay. Jurgensen gaat erin komen. Dit is onze laatste kans. Onze laatste kans, jongens. Linse eraf. Jurgensen erin. Jurgensen, red ons. Want we hebben iets nodig. We hebben iemand nodig. Het gaat niet, man. Berghuis. Trouwens, Berghuis, jij kan het ook doen, man. Hebben we de bal nog? Ja, we hebben de bal nog. Oké, we kunnen het weer proberen. Berghuis, 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 Sinisterra, de gelijkmaker van Feyenoord in de 83ste. Ik ben zo blij, man. We hebben het gewoon alsnog gedaan, hè. We hebben het alsnog gedaan. We hebben het alsnog gedaan, man. Kijk, Berghuis op Sinisterra, Sinisterra met het doelpunt. Hij startte, maar Berghuis met de assist en hij... Ja, dat is een wisselspeler. Een gouden wissel. Ja, ik moet het gewoon weer zeggen, man. Bro, jij hebt het gedaan voor mij gewoon, ja. Op een of andere manier. Hij gaat door. Nee, hè. Nee. 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 Nee, hè. Oké, we moeten kijken, jongen. Dit, ik... Oké, weet je wat ik doe? Ultra verdedigen. Jullie weten hoe het werkt met FIFA, man. We gaan verlengen. Live uit het Abelinstra Stadion. En, oké. We gaan het zien. En dit is, wat? Kom op, de eerste aanname. Wat is er gebeurd? Hebben we een vrije trap of zo? Wat is er gebeurd? Oké, we hebben een vrije trap. Wat gaan we doen? Ik heb... Jurgensen! Jurgensen! Was het buitenspel? Het was geen buitenspel, Jurgensen! Oh, nee, 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 nee. Oh, dat was jouw moment van faam. En je hebt het verpest, man. El Amadi op. Wie is dit? De Guzman. Oké, wacht. Oh, nee! Wat is dat voor aan? Hey, ik wil het laten zien, man. Eén keer per aflevering ga ik deze dingen doen, man. Ik ga jullie gewoon exposen, FIFA. Kijk, 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 kijk. Nou, denk je niks aan de hand, toch? Aannemen. Wat doet hij nu? Kijk, wat doet hij nu? Kijk. Zag, kijk, hij wisselt snel van been. Kijk, hier wil hij met zijn rechterbeen aannemen. Kijk, kijk wat hij doet. Naar links. Floranus. Floranus is er langs. Martins Indy, zijn stamina is op. Geen probleem. Voorbij lopen. Dit is een fout van mij. Geen probleem. Hey, oké, okay. Stoppen, stoppen, stoppen. Stop. Rustig aan. Dit zijn trouwens de feiten van de wedstrijd tot nu toe. 6 keer geschoten voor Heerenveen, hè. 4 keer voor ons.
59% balbezit. We gaan naar de tweede verlenging. En ik ben serieus. Ja, man. Het gaat lastig worden, man. Want Heerenveen is gewoon goed, man. Echt. Netjes. Hendricks. En, oh, miscommunicatie. En weer Heerenveen. Ik wil Heerenveen niet te veel aan de bal hebben. Want kijk, ze zijn gewoon goed, man. Kijk hier, hier. In UK. Ik weet niet eens waarom ze nog niet hebben gescoord. En nou, ik had mijn mond moeten houden. Buitenspel. Hey, het is klaar, gelukkig. Want, hey, het, ja, het is hem niet, man. Het is hem gewoon niet geworden. We gaan penalties nemen en, het, ja. Ik baal wel echt, man. Want Heerenveen heeft het gewoon goed gedaan, man. We zijn er gewoon niet langs gekomen. We gaan meteen door. Let's go. Maar, ik ben een penalty killer. Pen! Ik ging naar die hoek! Niet. Oké. Oké. 1-1. Oké. Ik moet minstens eentje redden. Daar is hij! Penalty killer! Nog steeds! Ik ga in diezelfde hoek. Gewoon alleen maar om ze gek te maken. Oysterkup! Oké, 2-1. 2-1. We moeten nog eentje redden. Ik ga diezelfde hoek als hun. Dat is mijn tactiek nu. Oké. Als we deze kunnen redden. Oké, kom op. Oh, Bijlo! Penalty killer! Ik zeg het jullie. Ik zeg het jullie. Ik ben het. Jurkensen, dit is jouw moment. Maar je weet hoe het werkt, hè. Je weet hoe het werkt. Ik dacht eerlijk. Zeg eerlijk. Die keeper staat dichtbij. Maakt niet uit. We gaan door naar de volgende ronde. Wat een wedstrijd, man. Wat een begin van deze aflevering, man. Alleen voor dit al. Gewoon duimpje omhoog, man. Gewoon iedereen die dit heeft gezien, duimpje omhoog. Stel je voor, iedereen die nu kijkt, die een duimpje omhoog doet. Stel je voor, hè. Stel je voor, dan wordt het meteen de beste aflevering op mijn kanaal, man. Dus, duimpje omhoog. Ik wacht, man. Ja? Ja? We gaan door naar de volgende ronde. Let's go. Oké, dit zijn de feiten van de wedstrijd. Heerenveen heeft 7 keer geschoten. 3 keer meer dan ons. En ze hadden maar 41% balbezit. Ik zeg jullie, hè. Ik zei het jullie. Heerenveen speelde gewoon echt goed, man. Mitchell van Bergen en EUK en EUK waren zo verschrikkelijk goed gewoon, man. Just a quick couple of questions. Cheers, thanks for the questions. Die wedstrijd tegen Heerenveen, hè. Hey, die was spectaculair. En de enige reden waarom is omdat Heerenveen zo goed speelde gewoon. Het, ja, weet je, en dat, daar hou ik wel van, weet je. Als die wedstrijden te makkelijk worden, dan ga je het een beetje verliezen. Maar deze wedstrijd had alles in zich, man. De spanning, doelpunten, de comeback. Het was gewoon een en ander. En natuurlijk de strafschoppen-serie. En we hebben gelukkig gewonnen. Want anders had ik dit natuurlijk niet gezegd. Maar we gaan naar de volgende wedstrijd, man. We gaan de wedstrijd tegen VVV simuleren. En dan komen we aan bij Bran. Wacht even. Wat was het? Bran. Wat zouden we doen? Ja. En dan de wedstrijd tegen RKC. Ik ben er weer, man. Sorry, man. Oké. Okay, we simuleren de wedstrijd tegen VVV. Oké. Zoals ik al zei. VVV Venlo. De volgende tegenstander. Plek nummer 16 met 8 punten. Wij staan op plek nummer 5 met 25. We moeten sowieso winnen, want het gaat naar Ajax 6. Nee, we moeten winnen. Lastig. Eerste elftal.
Mars Indy kan niet spelen. Karsdorp moeten wij ook, denk ik, vervangen. Maar is het handig om dat nu te... Nee, we gaan het niet zo doen, man. Ik moet even kijken. Kunnen we dan daarnaast... Ja, moet wel. Oké. We gaan het anders doen, man. Gewoon zo. Alleen voor deze wedstrijd. Let's go. De wedstrijd tegen VVV Venlo. Ach, ik kan niet wachten tot FIFA 21. Want dan kan je dit gewoon... Weet toch, dit is gewoon een beetje... Gewoon nep van FIFA. Gewoon lui. Ver, Kuksu en Jurkensen. We hebben trouwens gewonnen. 3-0. Kuksu en Senesi zijn ondertussen omhoog gegaan. Kuksu is nu een 78 algemeen. En Senesi eindelijk 80. Gruwelijk, man. Volgens mij de tweede speler, toch? Of niet? Berghuis, Kuksu nog niet. Senesi wil, ja. Ja, de tweede speler. We gaan naar de volgende wedstrijd. We gaan het opnemen tegen Bran. We hebben een transferaanbod voor Escalante. Ja, Valencia. Wat? Oké. Okay. We gaan even kijken. Tussen de 12 en 18. Ze bieden 12. Nee, we gaan even snel onderhandelen. Want dit is een schande, man. Valencia, jullie hebben geld. We kunnen dus maximaal ronde 18. Dus, sowieso 18 dus. Even kijken. 18 en een half. 26 jaar. Oh, ik denk dat ze boos geworden trouwens. Oh, wacht. Dit is al... Nee. Ik wil wel wat geld krijgen voor deze man. 15 miljoen voor Escalante. Ik ben heel veel... naar beneden gegaan, hè? Van 18 naar 15. We hebben een deal. Misschien ben ik te veel naar beneden gegaan. De volgende wedstrijd is tegen Bran. We staan op plek 1 met 9 punten. Oké, okay, wacht even. Als we deze wedstrijd winnen, gaan we alle andere wedstrijden in de groepsfase gewoon simuleren. Want dan gaan we gewoon sowieso door naar de volgende ronde. Berghuis, jongen, wat is dit? Berghuis? Berghuis, my man. Oké, okay, deze man heeft gewoon de speler van de maand Oktober Award. Berghuis, gruwelijk. Hey, dat vind ik echt dope, man. Zet die beker maar in mijn kantoortje, man. Even kijken, wat is dit? Shortlist, speler van de maand, oké. Okay. Berghuis, Neres, Lang, Jurgensen. Dat waren dus de vier. Twee Feyenoorders, gewoon Jurgensen en Berghuis. En ondanks al die kritiek op Jurgensen, heeft hij wel gevlamd, man. Welkom bij de volgende wedstrijd van deze aflevering. We gaan het opnemen tegen Bran. We hebben op dit moment 9 punten uit 3 wedstrijden. We hebben dus alles gewonnen. Als we deze wedstrijd winnen, gaan we sowieso door naar de volgende ronde van de Europa League. En dat is gruwelijk gewoon. Daar hebben we gewoon, overwinteren wij gewoon in Europa. Maar eerst moeten we afrekenen met Bran. Dit zijn de 11 voor Bran. Even kijken. Geen veranderingen volgens mij. Ik weet het niet, maar ik zeg zomaar iets. Maar 4-3-3. We moeten gewoon winnen. We gaan even kijken naar de opstelling van Feyenoord, want we hadden een paar veranderingen. Oké, even kijken. Dit zijn de 11 voor Feyenoord. IE. Oh mijn god, Bongonda speelt in plaats van Sinisterra. Dat is echt mijn fout. Maar IE speelt dus Gidreida, rechtsback. En voor de rest geen veranderingen, maar Bongonda, mijn fout, sorry man. Gidreida gaat er langs. Oké, Gidreida gaat de voorzet geven op Jurgensen. Wat een voorzet, Gidreida. Houd hem in de gaten. Nicola Jurgensen, 4 doelpunten uit de laatste 3. Ja, hij is inderdaad aan het vlammen. Maar Berghuis was de speler van de maand. Maar het scheelde dus niet veel. Deze moet zijn natuurlijk voor Gidreida. Ja, hij is eigenlijk een centrale verdediger. Waarom ligt hij? Het moment dat Gidreida geblesseerd raakt. Hier gebeurt het. Hij botst tegen de verdediger. Nee, de aanvaller van Brand, soort van. Nee, hij kopt. En dan valt hij. Ai, ai, ai. Dit ziet er niet goed uit. Zijn enkel. Oké, dat weten we het al. Enkel is een probleem, man. En we hebben dus nu 3 verdedigers. We moeten deze wedstrijd winnen. Dan zijn we verzekerd. En we komen op een achterstand. Dit verseert niet. We staan achter met 1-0. En Gidreida is klaar. Hij kan niet door. Dit is, ja, dit kan je gewoon niet verzinnen, man. Een en al drama tot nu toe in deze aflevering. Nogmaals, mensen, duimpje omhoog, man. Ik weet niet, man. Er zit zoveel actie in deze aflevering. Maar we moeten gaan wisselen, man. Wacht. Een pleistertje. Maar dat betekent toch dat hij misschien... Maar ik zag een rood kruisje. Dat is wat anders. Oké, ik hoop dat hij door kan spelen, man. Nogmaals, het doelpunt. Een gruwelijke volley trouwens, man. Bijlo. Oké, we staan 1-0 achter. We zijn op bezoek.
En dit is een ploeg uit Noorwegen. Volgens mij zei ik het vorige keer fout, man. Maar volgens mij zeg ik het nu wel goed. Denk ik. Bongonda. Oh, op de verkeerde plek. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn team. Dus ik ga ervan uit dat we gewoon heel snel een doelpunt gaan maken. Jurgensen. Jurgensen! Oh! Het sloeg nergens op wat ik deed. Ik weet het. Laat me met rust, man. Maar dit doelpunt is fenomenaal. Fenomenale. Kijk hier. Kruising. Hij pakt gewoon de onderkant van het net. Weet je hoe moeilijk dat is? Kijk. Onderkant. Ik weet, de keeper raakt hem wel aan. Misschien daarom, maar maakt niet uit, man. Jurgensen. Gruwelijk doelpunt, man. Gruwelijk. En ik zei jullie, hè. Deze aflevering alleen maar actie, man. Jurgensen. Maar dan komt hij weer met zo'n paas en dan wil ik hem weer eraf halen. Meteen wil ik hem eraf halen. Alleen maar omdat hij gewoon die paas niet geeft. Ik moet zo gaan kijken naar Gidrada. Ordag iets of zoiets. Buitenspel. Moet buitenspel zijn. Was het buitenspel? Hoe komen we daar goed weg? Dit is alleen maar actie, man. Dit is alleen maar actie. Maar die redding dan van Bijlo is wel echt... Echt... Ja, Bijlo. Met een echt gezicht, gruwelijk. Bongonda. We moeten deze man ver. Goed verdedigd, maar ik had... Ze hebben nog steeds de bal, dus ja. Over. Dat is Hans. En ze hebben nog steeds de bal. Kuksu. Ja, ze hebben nog steeds de bal. Is hij nog geblesseerd? Geert Ruida. Hij is gewoon niet meer geblesseerd. Geweldig. Maar een rood kruisje. Dat betekent... Oké, laat maar FIFA. Dat is... Zomaar maakt hij me bang, man. Berghuis, ik zie iets wat jij zou kunnen doen. Ik zie iets wat je kan doen. Ja hoor. Ja, nu gaan we naar mij toe. Weet je hoe? Ik wil gewoon... Raak me niet aan, Malaysia. Waar ben ik? Ja, de eerste keer! Let's go! Vier het met mij! De nieuwe coach van Feyenoord, jongens. Maar nogmaals. Ik wil eigenlijk schieten met Berghuis, maar toen zag ik El Amadi. En El Amadi liep echt perfect door. Hij liep perfect door. Dus, ja, maar prachtig. We hebben gewoon de voorsprong weer. Weer? Voor het eerst, sorry. Maar wat? Wat? Trouwens, de eerste helft is bijna voorbij. Wat een aflevering. Het gaat moeilijk zijn om iets te knippen uit deze aflevering. We moeten het wel doen, want anders is het too long. Maar afgelopen. Ver. Ja. We hebben nog een kans, jongen. Oh mijn god, die passes. Het is... Ik ga hem verliezen. Oké, niet dit doen, hè. Want ze hebben... Ineens krijgen ze 3 minuten door de plezier van... Oké, wacht. Ga ik een gele kaart vangen voor dit? Want ik heb het gevoel dat ik een gele kaart ga... Malaysia. Oké, dat was... Maakt niet uit, maar ik was gewoon in paniekmode. Sorry, man. Oké, even snel. De feiten van de eerste helft. 2 keer geschoten voor beide ploegen. 2 keer op doel voor beide ploegen. Maar alleen wij hebben beide... kansen kunnen benutten. Hun ook, ja, gewoon 1 keer. Dus dat is ook wel een mooie statistiek. Maar wij zijn gewoon 100% tot nu toe bezig. Je weet wat ik bedoel. Oké, dus we hebben de voorsprong te pakken. En we zijn op bezoek. Als we deze wedstrijd winnen, dan gaan we door naar de volgende ronde van de Europa League. Yo! Ik zie het gewoon voor me. Gewoon de Europa League winnen gewoon. Eerste seizoen. Bongonda. Jurgensen moet elk moment naar voren komen. Jurgensen mist op een haar na. En het is tijd trouwens voor Sinisterra. Heb ik hem meegenomen? Want hij moet gewoon... Ja. Bongonda gaat eraf, maar... Jurgensen net niet, man. En iemand zei dat ik Jurgensen verkeerd gebruikt of zo. Laten we even kijken naar de instructie van Jurgensen. In het centrum blijven, aanspeelpunt. Dat is toch wat hij is? Hij is toch een aanspeelpunt? Valse spits, denk het niet. Achter linies kruipen, hij heeft niet de snelheid voor dat. Dus hij is volgens mij echt een aanspeelpunt, man. Maar als hij dat niet is, wat is hij dan wel? Want jullie hebben net gezien de opties, laat me het weten. Hé, en trouwens, wat vond je van het debuut van Ramon? Ramon Hendricks. Wat vinden jullie van het debuut van Hendricks? Ik ga een polletje opzetten, man. Ik vind het een goede. We gaan het gewoon zo doen, oké. Daar gaat Sinisterra.
Sinisterra. Waarom deed ik dat? Oké. Gele kaart. Waarom als het geen gele kaart is, hoef ik dit toch ook niet te zien? Even kijken, misschien wel. Wat gebeurde er dan? Is dat in het penalty? Maar wacht even, dat is toch een penalty dan? En jullie spelen met mijn emoties, man. Jullie spelen met mijn emoties. Het is ook een penalty! Ik heb het gemist. Oké, focus. Sorry, man. Ik dacht echt dat het gewoon een corner was. Was dat... Nee, de camera is daar! Ga naar de camera! De camera was vlak daar, maakt niet uit. We hebben gewoon de voorsprong te pakken van 3-1 nu. We hadden al een voorsprong. Nou, je weet wat ik bedoel. Oké, wacht even. Moeten wij wisselen? Kuksu moet eraf. Sowieso wil ik Bakuna zien. Narsing heb ik lang niet gezien, man. Maar niet voor Berghuis. Maar misschien ook weer wel. Want Berghuis... Narsing heb ik lang niet gezien, man. We doen gewoon een publiekswissel voor Berghuis. Een soort van... Hij had ook een assist... Nee, jawel! Publiekswissel, want hij had ook de assist gegeven. Oké, zomaar stotterik. Ja. Publiekswissel voor Berghuis. 1 assist, 1 doelpunt. In de Europa League. Narsing, lang niet gezien. Welkom terug. Let's go. Bakuna, Malasia. Sinisterra. Jurgen, Narsing. Eerste balcontact voor Narsing. Wat een af... Buitenspel. Hij staat gewoon buitenspel. De pech. Narsing, nee, wordt meteen verdedigd. Narsing met zijn rechterbeen! En wat een redding van Vaartman. Een hele mooie redding. Een hele mooie redding. Narsing met alle ruimte. Jurgen zat vroeg om de bal. Narsing ging voor eigen succes. En het heeft hem niks opgeleverd helaas. Bakuna. Senesi. Tussen twee man. Wacht. We hebben de bal nog. Wacht. Rustig. En Leroy Fair. Ik heb nog steeds volgens mij niet meer gescoord. Maar dit had een doelpunt moeten zijn. Ik wou trouwens een fake shot doen, man. Dat werkt niet eens. De richting is gewoon dramatisch, man. Dramatisch. Jurgensen. Narsing. Met de snelheid. Narsing. Weer voor echt succes. Je bent zo gierig. Waarom? Jurgensen. Gedraaida. Narsing, weer eigen succes en weer levert het levert hem niks op gewoon. Ik stotter. Waarom? Wat een redding van de keeper weer, man. Oké, laatste kans. Wie komt die bal ophalen? Het is natuurlijk Narsing. Narsing! Narsing heeft de volledige verdediging van Brand kapot gemaakt. 1, 2, 3 en de keeper is 4. 4 spelers gewoon. Narsing! En hij doet het wel weer, hè. Die andere keer dat ik met hem speelde, deed hij het ook gewoon goed. De eerste keer dat ik met hem speelde. En hij doet het gewoon weer. Ik stotter in deze aflevering. Waarom? Wat een doelpunt van Narsing. Scheidrechter fluit af. Wat een aflevering. Nog steeds, man. Echt gruwelijk, man. Wat een wedstrijd. 4-1. En jullie mogen mij best wel feliciteren. Want we hebben de volgende ronde van de Europa League bereikt, man. Karim El Amadi was de beste speler van deze wedstrijd. Ik wil wel even snel kijken wat hij heeft gedaan dan. Een doelpunt gemaakt en een assist. Oké, gruwelijk. Even kijken wie. Bakuna. El Amadi met... Oké. We gaan even kijken naar de statistieken. Dit zijn de statistieken. 11 keer geschoten. Weet je wat? Brian Linsen vindt dat hij vaker moet spelen. Dit kan een klein probleempje worden, maar... je hebt nog steeds een plek in de selectie, maar zeur niet aan mijn hoofd, man! En we hebben een berichtje van Escalante en hij is blij. Kijk, zie je Linsen? Zo kan het ook. En de laatste wedstrijd van deze aflevering is tegen RKC. We gaan thuis. Wat is dit? Goed gedaan, wat doen we dan? Naamsbekendheid. Doelstelling 20 mil. We wilden verdienen dit seizoen minstens 20 miljoen. Aan shirtverkoop.
En we hebben het gedaan. Oké, wat is dit? We hebben 4 internationals. Senesi, Karsdorp, Malasia en Oysha Cup. 2 Nederlanders uit van Feyenoord. Karsdorp en Malasia. Gruwelijk, man. RKC staat op plek 17 met 6 punten. Oké, de topscorer bij RKC Waalwijk is Bilate met 4 doelpunten. Toch wel dus in dit lijstje. En kijken of ze ook hier iemand hebben. RKC... Nee, oké. De laatste wedstrijd van deze aflevering is tegen RKC Waalwijk. En RKC doet het niet goed. Ze doen het niet goed. Wij hebben heel veel wijzigingen. En dit is zo'n wedstrijd, man. RKC doet het gewoon niet goed. Dus we kunnen gewoon andere spelers de kans geven. Onder andere onze jeugdspeler. Fresh. Ramon Hendricks. Ik heb bijna de naam weer vergeten. Maar, ik heb het onthouden. Minst scorende teams. RKC Waalwijk. Waalwijk, sorry. Helemaal onderaan. Oké. En nou, geloof me, ze scoren minstens 3 keer in deze wedstrijd, man. Geloof, je weet hoe het werkt met FIFA. Je weet hoe het werkt. Martins Indy is de nieuwe aanvoerder. Want, zoals ik al zei, veel wijzigingen. We zijn trouwens in Rotterdam en ik ben nog steeds vergeten om dit stadion aan te passen. Ik ga het straks even doen, man. Als ik het hopelijk... En die nummers, nummer 12. Hey, sorry, man. Ik ben het gewoon weer vergeten. En hij speelt. Ja, sorry man. Oké, dit zijn de 11 trouwens. Marsman, Karsdorp, IE, Hendricks, Matis Indy, Bakuna, Diemers, Oysha Cup, Sinisterra, Linse en Narsing. Sorry man, echt waar man. Ik moet het echt onthouden. Ik moet het echt in deze aflevering even gaan doen. Even kijken, dit zijn de 11 voor RKC. Ze hebben Vente. Geleend van Feyenoord. Oké, Vente, je weet wat je moet doen. Leemans, een goede middenvelder. Rienstra, veel ervaring. Oké, let's go. We hebben trouwens weer tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Zwak gedaan van Linton, als het goed is. Leemans. Oh, Leemans gaat door. Vente. Vente geeft een hele mooie Elbers. En... Oh, nee, 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 nee. Nee, nee. Die counter van RKC was Lito. Dodelijk. Wat? Martins Indy heeft de snelheid niet, man. Waarom ging trouwens IE liggen? Waarom? Ik had hem... Laat maar, oké. We staan gewoon achter met 1-0. Ja, dit is niet het sterkste elftal van Feyenoord, maar kom op nou. We hebben voldoende kwaliteit in huis. En dit is eigenlijk de eerste aanval van RKC. Narsing, je ging de verkeerde kant. Narsing, hij maakte een beweging naar binnen. We hebben gewoon geluk. Dit is niet wat ik wou. Van deze afstand lukt dat niet, man. Deze aflevering is zo gruwelijk. Sinisterra met een doelpunt. Zo jammer dat ik ze echt... ik heb ze echt... dacht Geert Rijder, sorry man. Hij wilde echt gezegd. Ik had het over Geert Rijder, man. Sorry man. Anyway. De gelijkmaker. Wie gaf de assist? Was het Diemers? Volgens mij wel, hè. Yo, wat een doelpunt van Sinisterra. Hij kan dat gewoon. Hij kan dat gewoon. Dat is alweer de gelijkmaker. Hey. Ik wil weten wie die assist gaf. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Waar kan ik het zien? Diemers, ja. Diemers, 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 Diemers. Diemers, 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 ja. Diemers gaf de assist. Sinisterra met een doelpunt. En we zijn terug in de wedstrijd. Linse. Linse, geen kracht achter het schot. Wel een mooie kans. Diemers op Hendricks. Hendricks, kan hij de kopbal geven? Nee, jammer maar... Mooi bedacht, mooi bedacht. Maar hij is ondertussen niet op zijn plek. Dat betekent... Een kans, waarschijnlijk voor RKC. Oké. Nee, ja! Ja, oh, nee, wacht. Nee, niet doen. Nee, want ik zie daar in het midden. Nee, oké, we hebben dat. En bij het spel. Jongens. We hebben geluk, man. Sinisterra weer. Dit keer niet. Ik zat echt te kijken. Je zag me, hè? Die concentratie. Kom naar de bal toe. Leemans, Bakuna bedoel ik. Een kleine schaar. Karsdorp. Daar is... Oysha Cup! Hebben we de bal? Wat een redding. Diemers. Bakuna! En die twee reddingen gewoon ineens... Twee reddingen. De verdediger en de keeper. Kijk. Tik, tik. Bro.
Als FIFA niet wil dat je scoort. Kom op. Bakuna, draait makkelijk weg. Bakuna! Ik ga niet eens praten, man. Deze aflevering is het, man. Bakuna met zijn... Tenminste, ik heb voor het eerst met hem gescoord. De feiten van de eerste helft tot nu toe. 5 keer geschoten, 3 op doel, 2 doelpunten. 67% balbezit. RKC Waalwijk. 2 keer geschoten, 1 keer op doel en meteen raak. Dus... Maar we spelen niet met onze sterkste 11. Maar we doen het lekker, man. Het is trouwens 2-1. We hebben de voorsprong nu pas. Ik zei 3-1. Excusez-moi. Correctie. T-Pex. Wat? Dimas. Daniels. Daniels heeft... Slijding. Oyster Cup. Oké. Okay. Ik deed de slijding, maar we hadden de bal. Dus... Nu. Corner voor RKC. Wat? Wat ging er fout? Even kijken. Matis Indy. Als het goed is dat Matis Indy. Matis Indy. En dan komt... Ik weet niet wie dat is, maar... Dat is heel slecht verdedigd. En de tweede helft is nog niet eens begonnen. En kijk die volley! Hendricks. Diemers! Ja! Oh, wat een wedstrijd, jongen! Hey. Nogmaals, even kijken. Wat gebeurde er? Diemers. Nee, hij ging gewoon voor eigen... Yo. Ik druk per ongeluk weer... Hey, wat een... Oké, Lind, ik heb volgens mij nog... Oké, nog een keer. Sinisterra met ultieme snelheid natuurlijk. Sinisterra! En die bal blijft binnen. Mats Indy. Jongens, wat een wedstrijd. Vente. Jongen, je bent uitgeleend. Doe even normaal, man. Bakuna. Oké. Rienstra. Ik heb hulp nodig, want het ziet er niet goed uit, jongens. Ah, hij komt er alsnog langs. Hé, hij mag hem gewoon aannemen en terugpassen. Er is gewoon niks wat we kunnen doen. Oké, luister. We hebben nog steeds 3-2 voor. Voorsprong. We hebben nog steeds de 3-2 voorsprong. Correctie. Ja, dit is het. Het zat er gewoon aan te komen, man. We moeten doorgaan. Dit kan niet, man. Dit kan echt niet, man. We moeten misschien... Wacht, weet je wat we doen trouwens? We moeten wisselen. De Guzman. Jurgensen. Oyster moet eraf voor. Ver, oké. Okay. Wacht. Ai. We hebben... Wacht, man. Kom op, naar voren. Hop. Kom op, man. Aan het werk. Oyster Cup. Ik heb het verpest. Dat was de kans. Ik heb het verpest. Ik heb de kans gecreëerd. En ik heb het verpest, man. Het zat er niet in. Want ik zat te wachten op... wie is dat? Maakt niet eens uit, man. Ik zat te wachten op iemand die gewoon... Vrij ging rennen, maar het gebeurde niet, man. We verliezen punten. We hebben niet verloren, begrijp me niet verkeerd, maar... Het is ons niet gelukt, man. We hebben de voorsprong niet vast kunnen houden. En deze aflevering was zo gruwelijk. En dan hebben we de laatste wedstrijd. En dan... Dit kan je gewoon echt niet verzinnen, man. Maar goed, we hebben niet verloren. Kom op, folks. Dit zijn de feiten van de wedstrijd. 8 keer geschoten. Maar ook RKC heeft 8 keer geschoten. We hebben beide 6 keer op doel geschoten. En we hebben beide 3 keer gescoord. Maar wij hadden 60% balbezit. RKC... Is het minst scorende team in de competitie op dit moment. Had ik niet gezegd dat ze 3 keer zouden scoren van tevoren. Minst scorende teams. RKC Waalwijk. Helemaal onderaan.
oké. En nou, geloof me, ze scoren minstens 3 keer in deze wedstrijd, man. Geloof, je weet hoe het werkt met FIFA. Je weet hoe het werkt. Bro! Woesa. Oké, dit is de stand in de Eredivisie op dit moment. Ajax op 1 met 34 punten. PSV op 2 met ook 34. AZ op 3 met 33. En wij zijn in de top 4. Maar als we dus hadden gewonnen van RKC Waalwijk, dan hadden wij 32 punten. En dan was het gat 2 punten naar Ajax. Oké, het gat is nu 5. Het is te doen, maar... Die laatste wedstrijd, zo jammer. Oké, dus we zijn wel weer in de top 4. En dat is ook mooi om te zien. De topscorer in de Eredivisie is Patterson met 15 doelpunten. Hij is aan het vlammen op een heel ander niveau gewoon. Het is niet normaal, man, voor FC Utrecht. 15 doelpunten. De nummer 2 is Noah Lang van Ajax gehuurd. En hij heeft er 9. Dat is dan een verschil van 6 doelpunten. Het is niet normaal, man. En op plek 3 Jurgensen met 8. Jurgensen, hij scoort wel, maar... Hij blijft achter, man. Maar oké, goed. Top 3. En de man van de assist in de Eredivisie is ex-Feyenoorder Klaas met 8 assists. Op 2 van Overeem met 7 assists voor FC Utrecht. En op plek 3 Wuitens met 5 assists voor AZ. En wij hebben Kuksu en Berghuis met 5 en 4 assists voor Feyenoord. Mensen, dit is het einde van deze aflevering, man. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan, mensen. Deze aflevering... Alleen maar actie, man. Alleen maar vuur gewoon. I'm out, ski.